Supusepa. De man die dus voor ervaring moet zorgen. Pilon. Pilon. Goeie reactie van Cornelis. De clubtopscorer van Spakenburg en een goede reactie van deze doelman. De eerste kans in de wedstrijd is dus voor de thuisploeg. Arends. Nou, daar is 1-0. Goed gedaan. Goed begin van Spakenburg. Goed gedaan van Arends. Even de 1-2. Ja, de inlopende mensen die zijn moeilijk af te stoppen. En Veerman dus met 1-0. Meeuwse kan ver ingooien. En Timmermans, wat doe je daar? Ja, dan heb je al een geluk. De doelman schreeuwt los. Maar ja, Balkenstein die stond daar ook. Kijk, Balkenstein staat er, hij schreeuwt los. Ja, er gebeurt heel weinig. Onvertuidelijk begin dus voor Arends in 2017. Theo Timmermans. Man met ervaring. Zo. Mag doorgaan van de scheidsrechter. Geen overtreding. Goeie actie. Heerlijk gedaan. Pilon weer. Nou, bij de tweede paal. Nee, Arends niet. Ja, de treffers die zijn nog niet wakker. Dit was de kans op 2-0. Weer krijgt de treffers de bal niet weg. Misschien nu. De Bond. In duel met Draganovic. Dat loopt verkeerd af. Wat doet de scheidsrechter? Ja, het is een strafschop. Ja, Draganovic met een hele slechte bal. En nu, wat doet scheidsrechter Gel? Hij geeft geel. Nou, daar heeft Spakenburg alle geluk van de wereld. Er zijn scheidsrechters die gewoon rood trekken. Wat gebeurt er? Draganovic. In duel met de Bond. Dit is een hele slechte terugspeelbal. En ja, het is een strafschop. Ja, nooit met de voeten naar voren als doelman zijn. Dat is levensgevaarlijk. En de buitenkans voor de treffers om op gelijke hoogte te komen. Het is 1-1. Meeuwse. En zo staan beide ploegen op gelijke hoogte. Goed binnengeschoten. En zo is het dus gelijk hier in Spakenburg. Maatsdorf op snelheid. De Bond wil hem. En bij de tweede paal is Verbeek. Hier dus. Ja. Je ziet het aankomen. Ja, je ziet het gewoon aankomen dat deze bal er gewoon ingaat. Verbeek en De Bond zijn de twee mensen van de treffers voor de goal. Maatsdorf kijkt. Nou, heel simpel. Waar ben je, Draganovic? En we zijn de andere verdedigers van Spakenburg. Tussen drie spelers van Spakenburg in, zegt Verbeek. Dankjewel. En het is 1-2. Balkenstein. Goed gespeeld. Verbeek, De Bond. Meeuwse bij de tweede paal. Hier dus. Meeuwse. Ja, nou. Oh, Verbeek was dat. Dat was bijna de 3-1. Supusepa. Volgens mij leunde de verdediger van Spakenburg. En daar is 1-3. Zo, wat een goal. Niet te geloven, zeg. Ja, zo win je natuurlijk nooit wedstrijden. Beheerst afgemaakt, zeg. Po, 1-3, Verbeek. Ja, het is weer alle vrijheid daar. Wordt het ook nog 4-1? Nou, nee. Jongen. Veerman. Missijan, Cornelis. Oh, dat is ook Comedy Capers. En daar ook een goal. Nee, het loopt goed af. Jongen. En ze zoeken natuurlijk het hoofd van deze Balkenstein. Nou, dat loopt weer goed af. Arends redt dus op de inzet van Maatsdorf.
Verbeek. Opgevangen door Tol in een stukje niemandsland. Lanting. Veerman. Tol. Nou, nu dan. Cornelis. Nou, Pilon schiet er binnen. 2-3. De aansluitingstreffer. Gaat nog spannend worden. Veerman op Tol. Ineens gespeeld. Doelman Cornelis half. En Pilon, dankjewel. Verbeek. De Bond. Geen buitenspel. De Bond. Timmermans, wat doe je daar? Oh, 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 oh. Nee, het is geen buitenspel. Na de aansluitingstreffer van Pilon. Lanting. Verbeek, ja, wie anders? En de Bond, ja, die staat er keurig achter. En Timmermans, ja, die wijfelt en die wijfelt. Misidjan komt eroverheen. Hier dus. Goeie voorzet. Timmermans, ja, die heeft hem. Verbeek! Lastige bal voor Arends. Veerman. Nou. Dit is goed gedaan. Pilon met zijn tweede. 3-4. De andere Hendricks komt niet bij de bal. En Thijs Hendricks ziet Pilon helemaal vrij staan bij de tweede paal. En het is 3-4. Of nu. Cornelis, ja, dan moet je het ook wel goed uitspelen. En dat gebeurt dus niet. En zo verliest Spakenburg met 4-3 van de treffers. Dat dus voor de 8e maal op rij ongeslagen blijft. En 6 keer op rij dus weet te winnen in de tweede divisie. En daarom staat de ploeg terecht zo hoog. En Tol kan het niet geloven, de invaller. Spakenburg laat deze wedstrijd lopen. Het komt ook kwalitatief tekort ten opzichte van de treffers. En zo wint de treffers met 4-3 in een vermakelijk duel van Spakenburg. Thank you.